Dus last, je wordt getagd in zo'n shit op Instagram. Is je video van Fjordifer en zo. Dus ik check die shit. Je man is gewoon in de kitchen aan het swaggen en shit. Met gasten en zo. Hey toch? Dus ik dacht, yo, what the fuck bro? Deze man stelt fully mijn swag. Gewoon tot de fully 100%. Niet eens 99%. Fjordifer, stoma swag. Stoma swag. Stoma swag. Hele middag paga. Je stilt een young boy shit. Als ik jou was kon ik niet daga. Je keek mijn shit en je dacht wat is dit. Dit is heel erg gaande. Laat me het stelen. Je kopieerde mijn shit. Niet voor de helft maar voor de hele. Zeg hoe laag je dit is gewoon jouw formule. Jouw formule. Jouw formule. Oeh oeh jouw formule. Jouw formule. Oeh oeh jouw formule. Stelen is jouw formule. Je steelt van een young ass boy, lost money. Doe alles solo. Jij moet kopiëren. Jij bent niet als mij. Nee, je bent wacker. Ach, geef van je flame. Ben de plug, net de stekker. Freestyle die shit gewoon uit mijn brein. Zelfde brein die jouw video's heeft bedacht. Die je hebt gestolen. Vorige lijn was niet gelogen. Nee, nee. Oh my god, bro. So motherfucking smart. These people, these people really stealing my whole idea, bro. What the hell, mate? Yeah, feels the first on my swag. Stole my swag. Stole my swag. Hey, hey, stole my swag. Feels the first on my swag. Ooh, ooh, stole my swag. Bruh, stole my swag. Bruh, you really stole my swag. Stole my swag. It's still coming on the youth, bruh. You know what you is, bruh. You're almost 50 and shit, and you call yourself the youth. I was swagging in the kitchen. I was really swagging in the kitchen though. Fucking check shit up YouTube, bro. In the kitchen. I was screaming out on some shit video, bro. What the fuck, bro? And you just starting the shit. Swag. Shit.